Ja, goedenavond iedereen. Het is 8 uur gepasseerd. We zullen al van start gaan, want we hebben nog een drukke agenda. Ook op de commissie hierna nog. Ik zie dat er veel publiek is gekomen vandaag. Waarvoor dank. Veel belangstelling. Er zijn ook veel nieuwe gezichten volgens mij, dus even de regels. Het is de bedoeling dat jullie stilhouden, jullie niet mengen in de discussie. En achteraf kunnen er vragen gesteld worden aan de gemeenteraad, maar die mogen niet gaan over het punt op de agenda. Dus in theorie kunt je eigenlijk niks over dit onderwerp van vandaag zeggen. Maar jullie mogen uiteraard wel komen luisteren. Ja, er is één punt aangebracht door de N-VA-fractie. Nadia, jullie hadden dat ingediend. Ja, dankjewel, voorzitter. Nu zet hem op, hè. Dat is bij mij ook zo, denk ik. Zet hem maar af. Beetje over zetten, denk ik. Ja, oké. Collega's, ik heb de indruk dat het bijeenroepen van deze extra gemeenteraad dat toch wel een gevoelige snaar heeft geraakt. Hè. Je kunt dat inderdaad zien aan de hoge opkomst van het publiek. En we hebben dan ook, ik denk dat de reden duidelijk is, hè. We hebben al onze decretale rechten moeten uitputten om dit debat te kunnen organiseren. Want aanvankelijk werd dat door jullie geweigerd. Maar na aandringen zijn wij er dan toch in geslaagd om deze vergadering te kunnen laten doorgaan. Voorzitter, deze is niet te doen. Hè. Hallo. Misschien het beter. Het komt telkens als je begint te spreken. Deze lukt wel. Ja. En die piept niet. Ik loop ook niet. Zet u uw laptop eens hier? Of uw tablet? Nee, maar zet hem eens hier. Anders stuur het door naar mij. Pak de mijne. Voorlopig gaat dat. Kom, zet u hier om. Zet u hier, hè? Ik wil opschuiven als hier. Ja, ik ging het hebben over een gebrek aan communicatie. Dit illustreert het eigenlijk al helemaal. En nochtans, jullie claimen eigenlijk al jaren dat communicatie jullie sterkste punt is. Jullie marketingmachine die draait al jaren op hoge toeren om de mensen wijs te maken dat jullie de grote vernieuwing gaan brengen in het politieke landschap. Inspraak zou centraal staan in jullie beleid en we weten helaas ondertussen wel beter. Ik ben eens gaan kijken in alle beloftes die jullie afgelopen jaren op dat vlak al hebben gedaan aan de mensen en aan ons als gemeenteraadsleden. En ik heb niet lang moeten zoeken naar die beloftes. In jullie eerste brief aan de bewoners lees ik het volgende en ik citeer: dit bestuur draagt transparantie hoog in het vaandel en wil met respect voor iedereen, ook voor de raadsleden die tot de oppositie behoren, samenwerken.
Wij willen daarboven ons beleid voeren in overleg met de burgers en verenigingen en steeds in de eerste plaats met het algemeen belang voor ogen. Transparantie naar de raadsleden van de oppositie. Ik vraag mij werkelijk af hoe je dat kan beweren als je dergelijke ingrijpende beslissingen neemt zonder dat ook maar eerst is te bespreken op een gemeenteraad, zonder dat eerst is te bespreken op een gemeenteraadscommissie of desnoods, om dat eens in een informeel overleg te gaan bespreken. Dat is allemaal niet gebeurd. De raadsleden hebben dit moeten lezen op de Facebook van de gemeente. Als dat uw manier van samenwerken is, mevrouw de burgemeester, wij hebben daar een heel ander gedacht over. Ook in jullie bestuursakkoord heb ik grote woorden gelezen over de nieuwe manier van communiceren. Ik lees opnieuw een heel interessant stukje voor. We herbekijken en herwaarderen de rol en werking van alle overleg- en adviesorganen, waarbij we op meer projectmatige basis de juiste ervaringsdeskundigen raadplegen en feedback geven. Via transparante besluitvorming en structurele participatiemogelijkheden versterken we de relatie tussen burger en bestuur. Via een gerichte mix van digitale en andere communicatiekanalen zorgen we voor een open, tijdige en laagdrempelige informatiedoorstroming, zowel over praktische zaken, tussenhaakjes, bijvoorbeeld geplande wegenwerken, als over grote beleidsthema's, bijvoorbeeld beslissingen van de gemeenteraad, financiële situatie van de gemeente enzovoort. In het midden van de bestuursperiode organiseren we een tussentijdse evaluatie van het gevoerde beleid. Collega's, moest het niet zo triestig zijn. Je zou er eens goed mee lachen, hè, met wat er hier allemaal staat. Mevrouw de burgemeester, waar is die transparante besluitvorming? Waar is die laagdrempelige informatiedoorstroming? Ik heb er nog niks van gezien. Waar zijn die ervaringsdeskundigen die jullie hebben geraadpleegd? Ik heb u één belangrijke raad te geven als ik dit allemaal lees. En dat is, die bestuursperiode die is al een eindje over halfweg. Dus ik zou u zeggen, organiseer toch echt maar eens die tussentijdse evaluatie van uw beleid. En trek daar de gepaste conclusies uit. Hè. Wat jullie wel gedaan hebben, dat is die gerichte mix van digitale en andere communicatiemiddelen. We hebben dat gehoord van enkele bewoners, dat er een brief in de bus gestoken is. En jullie hebben inderdaad ook op Facebook gecommuniceerd. En het woord gericht is heel goed gekozen, want jullie hebben een handvol brieven in de bussen gestoken, enkel in het centrum zelf. Maar uiteraard gaat deze beslissing veel en veel verder dan enkel die bewoners die in die straten in het centrum van Londerzeel wonen. De mensen uit de wijk Pilatusveld Acacialaan bijvoorbeeld, die echt wel al voldoende lasten te dragen hebben. Ik kan dat uit eerste hand getuigen. Ik vraag me af of u zich kan voorstellen hoe dat die mensen zich vandaag voelen door het feit dat zij helemaal niet betrokken zijn geweest in deze beslissing, terwijl zij wel diegene zijn die die extra lasten gaan dragen. Het is daar vandaag al heel moeilijk leefbaar. Laat staan dat die infrastructuur het toelaat om nog meer verkeer te gaan slikken. En dan heb ik het nog niet gehad over het voetbalveld dat hen zou afgenomen worden om daar een parking van te maken. Ook andere handelaars buiten dat kleine centrum of bestuurders die veel meer kilometers gaan moeten afleggen, die hebben allemaal geen brief in de bus gekregen. Die hebben allemaal geen mogelijkheid tot
inspraak gehad. Dus ja, ik denk dat een briefje in de bus steken van die paar huizen, dat dat geen goede mix van communicatie is. Jullie schrijven ook over transparante besluitvorming. Misschien begrijpen wij daar allebei iets anders over, maar voor mij is transparante besluitvorming 1. Je hebt een idee. Daar begint alles bij. 2. Je bestudeert dat idee, op zijn minst. Je analyseert dat idee. Je brengt daar objectieve gegevens bij. 3. Je gaat dat idee bespreken met alle betrokkenen. Met de bewoners, met de handelaars, met experten. 4. Je organiseert een democratisch debat daarover. Ik dacht toch nog altijd dat de gemeenteraad diende om over zulke belangrijke beslissingen om daarover een keer van gedachten te wisselen. Waarom bestaat die gemeenteraad? Waarom stellen wij ons verkiesbaar? Waarom stemmen mensen op ons als wij geen enkele mogelijkheid tot inspraak meer hebben? En 5, als je dat gedaan hebt allemaal, dan communiceert je die beslissing naar het brede publiek. En wat hebben jullie gedaan? Jullie zijn van punt 1 naar punt 5 gesprongen. Mevrouw de burgemeester, dat zijn beginnersfouten. En probeert dat nu niet te ontkennen of probeert nu niet de fout weer bij een ander te leggen, want dat is altijd wat er gebeurt op deze gemeenteraad. Als wij een punt van kritiek brengen, dan slaagt je erin om de bal terug te kaatsen en te zeggen dat het allemaal de schuld van een ander is. Maar we zitten hier in een gemeenteraad. We zitten hier niet in de rechtbank. Dus hier moet er rekening gehouden worden met anderen. De feiten zijn wat ze zijn. Op 11 april hebben jullie de beslissing die in jullie hoofd ontsproten is, hebben jullie die meteen gecommuniceerd. Er is dan tumult ontstaan. Er is heel veel kritiek ontstaan. Dan pas op 12 april hebben jullie een snel bijeengeroepen overleg gedaan met enkele handelaars. Jullie hebben dan de fout min of meer, denk ik, toch ingezien, want het plan is bijgestuurd. En jullie hebben dan opnieuw gecommuniceerd. Dat zijn de feiten. Zo is het gegaan. Het feit dat er geen overleg gepleegd is over die beslissing en dat die eenzijdig door iedereen zijn strot is geramd, eigenlijk verwondert ons dat niet, hè? Wij maken dit al meer dan 3 jaar mee, maar het is voor het eerst dat er zoveel tumult ontstaat over uw tyrannieke manier van werken. Ik heb er geen ander woord voor, sorry. En door het organiseren van deze gemeenteraad willen wij u, mevrouw de burgemeester, de kans geven om u te herpakken. U heeft nu de kans vandaag om aan Londerzeel uit te leggen waarop dat u zich gebaseerd heeft om dit circulatieplan in te voeren. Want wij gaan er toch vanuit dat er een studie gebeurd is. Wij gaan ervan uit dat er objectieve gegevens bestaan waarop dat jullie zich gebaseerd hebben. We gaan ervan uit dat er tellingen zijn gebeurd in die straten die jullie willen ontlasten. En dat er ook tellingen zijn gebeurd in die straten die dan de extra lasten gaan moeten dragen. Ik hoop toch dat dat gebeurd is. We gaan er ook vanuit dat jullie berekend hebben hoeveel extra kilometers er zullen gereden worden van aan de A12 tot in het centrum. En hoeveel extra vervuiling dat teweeg zal brengen. En dan richt ik mij meer specifiek tot de schepen van groen. Want er zullen extra kilometers gereden worden, dat is duidelijk. Hè? Daar moeten we geen tekening bij maken. Hoeveel zullen er dat zijn en hoeveel extra belasting op ons milieu gaat dat betekenen? Dus, mevrouw de burgemeester, wij vragen hierbij officieel om die studie te mogen ontvangen staande deze zitting. De studie waarop dat jullie zich gebaseerd hebben. U mag van mij, desnoods, ik denk dat de collega's
daarmee akkoord zullen gaan. U mag van mij de zitting schorsen om ervoor te zorgen dat wij hier vandaag allemaal een exemplaar van die studie kunnen ontvangen. Eerlijk gezegd, u had ons die studie op voorhand moeten bezorgen, hè, voordat u die beslissing heeft genomen, voordat u die beslissing ook heeft gecommuniceerd. Want voor alle duidelijkheid, beste mensen, wij zitten hier zonder die studie. Hè. Wij weten nog altijd niet waarop dat dit college zich heeft gebaseerd om dergelijke beslissing te nemen. En als u dan toch de schorsing vraagt om ons dat exemplaar te bezorgen, misschien kan u meteen voor het publiek diezelfde informatie dan bezorgen. Pas op voor alle duidelijkheid. Wij zijn voorstander van het basisidee dat probeert om het verkeer dat door het centrum rijdt, maar eigenlijk maar één doel heeft en dat is zo snel mogelijk naar de A12 gaan. Wij zijn het daarmee eens dat er moet over nagedacht worden om die om te leiden. Maar wij zijn er evengoed van overtuigd dat u het beoogde doel vandaag niet bereikt. Het enige wat u bereikt, we hebben dat allemaal mogen ervaren afgelopen dagen, dat is heel veel frustratie bij heel veel inwoners en ondernemers. Ten slotte, u spreekt ook in uw bestuursakkoord over dat raadplegen van ervaringsdeskundigen. Ik houd eerlijk gezegd mijn hart vast bij het stellen van de volgende vraag, maar ik moet het doen. Heeft u overleg gehad met stakeholders als Incovo, die het huisvuil ophaalt, en stakeholders zoals De Lijn? Ik mag hopen van wel, hè, want uw circulatieplan heeft wel wat gevolgen voor hen. Als de inwoners moeten omrijden, dan zullen de vrachtwagens van Incovo dat ook moeten doen en dan zullen de bussen van De Lijn dat ook moeten doen. Dus een heel eenvoudige vraag. Wat was de reactie van De Lijn? Dus, ik heb heel duidelijk twee vragen gesteld, hè, want ik ben het al gewoon dat de vragen ontweken worden, dus ik herhaal ze nog even voor u. Een exemplaar van de studie waarop jullie zich gebaseerd hebben, graag. Wij willen die vandaag, staande de zitting, kunnen inkijken. En de vraag of u overleg heeft gepleegd met Incovo en De Lijn. En ik bedoel overleg. Hè. Ik bedoel niet een mededeling. Hè. Niet gewoon zeggen, wij gaan dit uitvoeren. Een echt overleg. Hè. Ik denk dat ik ondertussen genoeg argumenten heb aangehaald om te zeggen dat het absoluut nodig is om dit plan op te schorten. Wij roepen alle gemeenteraadsleden op van deze meerderheid om eerlijk te zijn met zichzelf, eerlijk te zijn met de inwoners, eerlijk te zijn met de handelaars en mee te stemmen met ons voorstel. Dank u wel. Ja, dank u wel, Nadia, voor uw uitgebreide toelichting. Tom, ook meteen een vraag misschien erbij? Of dan hebben we meteen alle vragen. Dan kun je het ja, doen. Ik wil ook graag eventjes toelichten hoe dat wij deze situatie beleefd hebben. Collega's, ik zat in een uitzonderlijke positie persoonlijk, namelijk ik was vorige week op vakantie in het buitenland. Ik moet zeggen, dat was eigenlijk wel een voordeel. Ik liep daardoor, denk ik, een pak minder gefrustreerd en minder geërgerd rond dan de meeste van de collega's. Maar vooral gaf het mij het voorbeeld om een keer van op afstand te kunnen zien hoe dit toch wel amateuristische aanpak zich heeft kunnen ontplooien. Ik moet zeggen, de info die ik daar had, kwam uiteraard enkel via Facebook en uiteraard via de vele berichten die plots binnenkwamen vanuit Londerzeel. Die vroegen, wat is hier allemaal aan de hand? Wat gebeurt hier? Ik moest natuurlijk het antwoord schuldig blijven. Maar het gaf me wel de mogelijkheid om het eens van op een afstand te bekijken. En wat zie je dan als je van op een afstand dat bekijkt en wat er dan allemaal gebeurd is? Plots is er daar een circulatieplan. Niemand die weet van waar het kwam, maar het was er ineens. En dan zie je dat er plots toch wel wat begint te leven. Protest van inwoners, van middenstanders. Dat zelfs leidde tot een actie van de middenstand, dat toch we
zelden gezien hebben in Londerzeel. We kregen dan informatie te zien dat er geen overleg was gepland met de middenstand wegens vakantie van personeelsleden. Dan was er plots toch een overleg gepland met de mensen van de middenstand. Dan zagen we dat onze collega's een extra gemeenteraad hadden gevraagd die dan geweigerd werd. En dan plots was er toch een extra gemeenteraad. Dan zagen we in een keer dat het circulatieplan plots aangepast was. Of beter gezegd, het werd eigenlijk afgezwakt, verwaterd, uitgekleed. We kregen dan plots berichten dat de middenstand toch weer dikke vrienden waren, dat ze blij waren dat het veranderd was. Maar we zagen dan tegelijkertijd ook dat een aantal inwoners toch wel wat minder blij waren. Dan horen we ook, zien we ook in één keer dat het een proefopstelling is. En het is dan geëindigd met een groot feest omwille van de nieuwe kasseien. Jeu. Dus je zou kunnen zeggen, eind goed, al goed. Maar ik denk het niet. Wat ik echt niet begrijp, en denk de meeste mensen hier, dus je hebt die werken rond die kasseien, daar wordt al maanden over gecommuniceerd, en laat ons goed zijn, eerlijk goed gecommuniceerd. Dus er wordt gezegd van dan gaan we werken, dat gaat zo lang duren, dan is het gedaan, dan is er een feest, dan gaat het nu open enzovoort. Regelmatig updates. Kortom, een goede communicatie om die werken te begeleiden. Alleen, komt er daar dan plots, hangt er daar een circulatieplan aan vast, dat denk ik nog wel ingrijpender is dan kassei vervangen aan zich. Maar daar werd niks over gecommuniceerd. Het was onbegrijpelijk dat hierover geen overleg is gepleegd. Niet met de inwoners, niet met de mensen van de middenstand en uiteraard ook niet met ons. Maar goed, dat zijn we ondertussen al gewoon. Maar zo'n gevoelig dossier als een circulatieplan, waar we zo'n grote verandering voor zoveel mensen... Ja, als je dat niet op een goede manier communiceert of vooral overleg over pleegt, ja, dan is dat natuurlijk per definitie gekelderd van op voorhand. En dan kun je dan na een week, een bewogen week, wel afvragen wie heeft er nu gewonnen. Ik weet het niet. De middenstanders hebben misschien een stukje gewonnen, want zij hebben het plan voor hun stukje kunnen afzwakken om hun leefbaarheid te behouden. De bewoners, hebben die gewonnen? Ik denk het niet. Heeft het klimaat gewonnen? Al zeker niet. Maar wat nog veel erger is, is door heel die voor de vil dat er gebeurd is, ja, hoe weten de mensen in Londen nog wat mag en wat niet mag? De bewonersbrieven die zijn gedeeld kloppen niet meer, want het plan is ondertussen al aangepast. Krijgen die nieuw kopieken? Krijgen de mensen een plannenken of niet? Niet iedereen van de bewoners ziet op Facebook. En tenslotte, ja, wat met de bewoners van buiten Londenzeel? Hoe gaan die zich hier gedragen? We hebben het van de middag trouwens al gezien, toen het school uit was, wat de resultaten waren. En nu, collega's, ja, uiteraard, wij zijn oppositie, dus wij geven kritiek, dat is onze rol. Maar weet je wat straffen is? Nou, eigenlijk, het oorspronkelijke circulatieplan aan zich, dat wij in onze groep van Pro 1840, dat willen wij aan zich niet verketteren. Ik zeg nu ook niet dat we er super enthousiast over waren of dat we het alles goed vonden. Uiteraard hebben wij ook gezien wat er niet goed aan was en welke negatieve gevolgen dat er waren. Maar op zich vonden wij dat eigenlijk wel een goede aanzet. Een goede aanzet om de discussie te starten. Een goede aanzet om het gesprek aan te gaan met de mensen, met de betrokkenen, met de bewoners, met de middenstanders. Een goede aanzet om de verschillende pistes die erin te zaten te bespreken, uit te testen, uiteraard in overleg. En dan maak ik mij de bedenking, stel nu dat we dat circulatieplan of de aanzet of heel het gegeven behandeld hadden zoals we dat gedaan hebben met ons RUP rond de woonlagen. Waar we met mensen van zowel meerderheid als oppositie in een niet betalende werkgroep, voor alle duidelijkheid, een aantal vergaderingen hebben samengewoond, samengezeten, gediscussieerd, uitgeklaard. En uiteindelijk, wie weet, hadden we voor dit gegeven ook een common ground gevonden. En dan sta je toch wel een stuk sterker. Maar vandaag de dag kan ik alleen maar vaststellen dat er alleen maar verliezers zijn. Ik denk aan de bewoners. Sommigen hebben nu al last. Sommigen die vragen de partij waren om nog meer te ontlasten, komen van een kale reis terug. De middenstanders, ja, sommigen hebben nu wel hun leefbaarheid kunnen vrijwaren, anderen misschien niet. Maar ja, ook zij zitten nu waarschijnlijk voor een stuk op hun honger, want de hele discussie zit nu vast natuurlijk. En uiteraard, het bestuur van de gemeente Londerzeel, ja, uiteraard zijn die ook verliezers. De meerderheid is op haar gezicht gegaan. De oppositie heeft getoond dat ze eigenlijk monddood zijn, want ja, ze kunnen niks zeggen, omdat ze ook van niks weten. Ook de schepen of de verschillende bevoegdheden hebben geen goede beurt gemaakt. Ik bedoel, overleg met de middenstand, dat is pas gebeurd na zware acties. De mobiliteitsoverleg, er is wel een mooi feest geweest, maar de mobiliteit zelf, ja, waar zit dat? De klimaatverandering, die zou moeten gebeuren, wat is daar nog van overgegaan?
Hoe zit het met onze democratische vertegenwoordiging? Ik denk niet dat hier één iemand van het bestuur kan zeggen dat ze als winnaar uit deze discussie gekomen. Kortom, beste collega's, wat ik vanuit een beetje afstand heb kunnen merken, getuige ben geweest, is van een ongelooflijk geklungel, een paniekvoetbal, een hooghartigheid, met één woord, een amateurisme. En dan zeggen cynici onder ons, die zeggen tegen mij, allee Tom, voor de oppositie is dat toch niet slecht wat er hier gebeurt? De meerderheid ziet zichzelf zwaar in de voet. Maar ik vind dat niet. Omdat in heel dat gebeuren, wat er nu gebeurd is, zijn twee negatieve gevolgen die veel verder gaan dan van dit gebakkelen, dan dit circulatieplan. De nodige discussie die moest gevormd worden, en ik denk waar dat zowel voorstanders als tegenstanders over eens waren, namelijk dat die discussie en die visie over de toekomst van ons dorp, dat die moest gebeuren, wel, die discussie is nu vakkundig om zeep geholpen. Wie durft nu de volgende maand of zes jaren nog het gesprek aangaan over een circulatieplan, over een verkeersluwer maken van het dorp, over een groene inrichting van het dorp? Wie durft nu die discussie nog aangaan? Ik alvast niet voorlopig. Iedereen zit nu in zijn egelstelling. Het zwart-wit denken overheerst. Een genuanceerd debat is niet meer mogelijk. En wie is er daar uiteindelijk de dupe van? De rust en ons klimaat. Maar een tweede negatief gevolg die verder gaat dan wat er hier de voorbije week is gebeurd, ja, zou ook de politiek in het algemeen weer een slechte beurt gemaakt heeft. Hoe ga je nu, of dat je nu meerderheid, minder bent, groen, blauw, geel, rood, maakt niet uit, hoe ga je de volgende maanden of jaren jongeren of nieuwe mensen warm kunnen maken om zich politiek of zelfs maatschappelijk te gaan engageren? Wie wil nu nog deel uitmaken van zo'n spel? Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Collega's, moeten we daarom de moed opgeven of geven wij de moed op? Nee, dat mogen we niet doen. Optimisme is een moral duty. En we zijn het aan onszelf verplicht om toch proberen het beste van te maken. En wat kunnen we dan doen? Op dit moment denk ik dat we in de eerste plaats best nu alles eventjes laten bekoelen. Iedereen eventjes de kans geven om op effe te komen, terug uit zijn loopgraven te kruipen. En als we dan samen zeer voorzichtig, rustig de tijd nemen, begingen overleg te plegen op verschillende manieren, begingen in kleine groepjes om ideeën te laten rijpen, kansen te geven, te bespreken, misschien, wie weet, misschien geraken we er dan toch uit en wie weet komen we toch wel tot een aantal maatregelen die wel steun vinden bij inwoners en middenstand, die het klimaat wel helpen en die de rust van de inwoners toch kan bevorderen. En dat is onze hoop. En ik hoop dan ook dat er van deze meerderheid een signaal komt dat we op een andere manier kunnen werken. En wie weet, geraken we er nog wel met iedereen samen. Dank u wel. Ja, dank u wel, Tom, ook voor uw toelichting en uw vragen. Dimi zal beginnen met de antwoorden. Ja, dank u wel, collega's. Wat blijft? Ja, goed, het is mobiliteit. Dus, ik denk als schepen van mobiliteit moet ik maar verantwoordelijkheid nemen, toch, Nadia? Ik ga die ook nemen. Begin van deze legislatuur hebben wij een missie en een visie. Missie en visie is sowieso het... Ik ben ook wel precies aan het echo. Het interlokaal verkeer weren. En ze doen ook nog het lokaal verkeer in ons dorp mogelijk maken. Maar ik ga een beetje de situatie schetsen in zijn geheel. Jullie hebben daar trouwens ook deel van uitgemaakt, van heel die situatie. Maar ik wil dat toch even schetsen. Eerst en vooral in dat circulatieplan staat heel duidelijk in, u mag de collegeaffiche nalezen, de evaluatieperiode zal in september zijn. Dus het is sowieso al een proefproject. We hebben twee proefprojecten al gehad. We hebben de Linden al gehad als proefproject. Daar was toen we wilden het verkeer daar vlotter laten verlopen. We hebben dat proefproject gedaan. De buurt is gaan zeggen van kijk, we hebben op sommige momenten ook nog wel de mogelijkheid nodig om onze boodschappen uit te laden. Dus je gaat daar toch iets moeten aan doen. En uiteindelijk is dat nu op sommige momenten parkeervrij, vooral in de spits. En daarbuiten is dat niet. En er buiten kunnen parkeren. Nu ook is het. De Virgo is eenzelfde principe. Het was ook een proefproject van de schoolstraat. We hebben allemaal gezien dat de borden soms stonden, de borden stonden soms niet. Dus uiteindelijk is dat proefproject eigenlijk in plaats van een schoolstraat een heldenplein geworden. Daar zijn ze nu aan bezig. Dus ik wil maar zeggen, een proefproject staat niet vast definitief. Dat is sowieso ook niet de bedoeling met dit circulatieplan. Maar ik wil
wel even aangeven van waar zijn we begonnen. Door de werken, door de kasseien dat we gecommuniceerd hadden, heeft een dienst mobiliteit uiteraard moeten gaan zoeken naar oplossingen om ons dorp, ja, dat niet bereikbaar was, toch nog te laten kunnen circuleren rond ons dorp. Hè. Daardoor is er een circulatieplan ontstaan. En na enkele weken, ik moet daar eerlijk in zijn, dat was ons ook niet direct duidelijk wat er ging gebeuren als wij op die momenten, als wij die straten gingen gebruiken om ons dorp te circuleren, samen met de politie hebben wij samengezeten en gezegd van kijk, dat is toch wel een optie misschien om eens te bekijken naar de toekomst toe. Wat zou dat geven als het dorp als het dorp terug open zou zijn? Dus we hebben dan samen in het verkeersteam, dat is met politie en ook onze mobiliteitsambtenaar, samengezeten en gezegd, kijk, die borden staan, dat circulatieplan is nu van kracht. Als we het dorp openzetten, zouden we dat circulatieplan niet kunnen houden, zodoende om te kijken wat gebeurt er met het verkeer dat eigenlijk door het dorp heel de tijd rijdt. Dat niet in het dorp moet zijn. Ik spreek even over de mensen die niet naar ons dorp moeten komen. Dan kwamen we op het T-punt in de Mechelse straat Pilatusveld. Eigenlijk weten we, het verkeer dat daar naar links gaat, die moeten naar ons dorp. Die willen nog bij de bakker in de stationsstraat zijn. Die willen eigenlijk nog misschien nog eens naar het dorp om een brood te gaan halen. Of bij de beenhaver terechtkomen. Die moeten nog in ons dorp ergens zijn. Dat zijn de mensen die naar links rijden. De mensen die naar rechts rijden, die moeten helemaal niet in ons dorp zijn. Dat zijn eigenlijk de mensen die naar de toekomst toe perfect kunnen op de Ventweg afgeleid worden. Maar dat weten we nu nog niet. We weten dat niet. Maar ik ga er straks nog even op verder gaan. Dus we zijn in dat verkeersteam advies gaan vragen van de politie. Van kijk, politie, als het Londerzeeldorp open is, is het nog een optie om dat circulatieplan dat er nu is, om dat te laten staan. De politie heeft dat positief geadviseerd en gezegd, oké, goed, mannen, dat is geen probleem om van daaruit te gaan kijken wat er zou gebeuren. Want we moeten allemaal eerlijk zijn. Ik heb al heel veel mobiliteitsambtenaars gekend. Ik heb er denk ik 30, 40 van het weekend aan de lijn gekregen, maar ze hadden wel alle 30, 40 een andere visie op het mobiliteit. Ik heb dan ook politie nog aan de lijn gehad. Ik heb nog gaan luisteren van kijk, waar zouden de grootste problemen vandaan komen als we dat zouden doen? Niemand kon daar een sluitend antwoord op geven. Hè. Dat kon niemand. Maar je weet ook, en daar waren jullie wel bij, jullie zaten in de commissie en daar heb ik de aanzet van ons mobiliteitsplan. Nee, de aanzet niet. We zijn er al ongeveer een vijftal maanden mee bezig. Naar jullie gebracht. En wat zat er in het mobiliteitsplan? De eerste fase. En de eerste fase was, wat is er nu in Londerzeel? Wat hebben we nu? Ik vond het dan heel erg dat je dat dan probeert uit te leggen aan sommige mensen van deze vergadering, dat dan zelfs heel die nota niet gelezen hadden. Maar langs de andere kant, waren jullie mee op de hoogte? Daar is ook duidelijk gezegd, kijk, de volgende fase, mobiliteitsplan bestaat uit drie fases. 1. Wat hebben we nu? Hoe werkt het nu? Hoe is ons Londerzeel nu ingericht? 2. Wat moeten we nog aan extra informatie kunnen vergaren? Dat is de oriëntatiefase of de onderzoeksfase. En dan de derde fase is eigenlijk de beleidsfase. Daar gaan keuzes moeten gemaakt worden van hoe gaan we dat doen. Natuurlijk, vanuit mobiliteit kun je heel veel telling doen. We hebben heel veel tellingen. Er staan overal van die... kun je het niet zien, maar waar je kunt zien hoe hard dat gereid wordt al geteld. Maar er zijn ook nog heel veel andere tellingen dat gebeuren vanuit onze dienstmobiliteit. Hè. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. We willen ook effectief gaan zien, als we iets aanpassen, hoe... zouden die stromen dan lopen. Nu, ik heb het er juist al gezegd, we gaan in september, dat is ook eigenlijk de bedoeling om te gaan landen, gaan we dit ook mee evalueren. En dit gaat ook mee, al wat hier ook vanuit de mensen, de mails dat we binnenkrijgen, opmerkingen via telefoon dat we binnenkrijgen, die gaan sowieso ook meegenomen worden bij beleidskeuzes naar de toekomst toe. Het zal niet evident zijn natuurlijk, maar die participatie die loopt al gedurende... ik denk dat we eerst in januari de adviseurs hebben gehoord. Dan hebben we de klankbordgroep gehoord, de projectstuurgroep. En dan is het naar de commissie gekomen. Dat was eigenlijk voor de fase om te gaan zien hoe het nu is in onze gemeente. De volgende fase is ook bezig, de onderzoeksfase. We zijn naar de adviseurs gegaan. We hebben nu gisteren ook nog de klankbordgroep gezien. Dus er zitten wel heel veel mensen mee aan tafel
om mee te gaan kijken hoe gaat ons mobiliteitsplan er naar de toekomst uitzien. Bij de adviseurs waren op de eerste vergadering, in de eerste fase bij de adviseurs, hebben we 480 mensen geraadpleegd. In de tweede fase bij de adviseurs was het fysiek, omdat corona dan wel achter de rug was. En waren ongeveer een 44-tal mensen aanwezig. Gisteren waren er een 20-tal mensen. We hadden alle verenigingen aangeschreven om mee te komen denken naar hoe gaan we ons mobiliteitsplan naar de toekomst laten uitzien. Dus het is een warme oproep. Als ik zie dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in mobiliteit, stuur zeker een mail naar onze dienst mobiliteit. Er zijn zeker nog altijd mensen welkom om mee te denken naar de toekomst toe van ons mobiliteitsplan. Dus eigenlijk, op dit moment staat er niks vast. Er is niks beslist. We zijn alleen aan het uitzoeken waar er eventueel aanpassingen kunnen gebeuren en hoe we naar de toekomst toe misschien toch wel die ventweg kunnen verbeteren. Inderdaad, dat circulatieplan is dan gecommuniceerd. Ik ga het straks over de communicatie hebben, want ik heb jullie minder over de inhoud horen spreken, maar vooral over de communicatie, maar daar wil ik straks ook nog wel iets over zeggen. Natuurlijk, dat is gecommuniceerd richting onze burgers. Er is dan vanuit de middenstand heel veel opmerkingen gekomen. Ik heb daar ook een geluisterd. Het zou erg zijn als schepen dat je die mensen niet wilt horen. En we hebben voor hen een stuk alternatief aangeboden, wat het ons wat moeilijker maakt om te weten wie nu effectief in het dorp moet zijn en wie niet naar ons dorp komt. Want dat is eigenlijk, zoals ik er juist zeg, de missie en de visie is om daar toch verder aan te kunnen werken. Het maakt het ons ietsjes moeilijker, maar uiteindelijk denk ik wel, ik heb dat ook gezegd op die vergadering met de middenstand, de missie blijft staan. We willen het interlokaal verkeer uit ons dorpcentrum weren. Ik heb het al gehad over die participatie, dat die nog altijd loopt. Er is nog niks definitief. Die participatie zal lopen tot september. Ook dit proefproject loopt tot september. En dan gaat het over communicatie. Ik heb daar juist al een stukje aangehaald. Na drie weken gezegd van het werkt eigenlijk nog wel, want ik had eigenlijk geen klachten binnengekregen. Of toch geen extreme klachten over mensen dat zeiden dat het Pilatusveld en Acacialaan extreem overdruk was op dit moment. En vanuit daar hebben we dan verder gaan zoeken van kunnen we niet gaan zien of dat niet een optie was. Dus dat zijn we al drie weken gepasseerd. De vierde week hebben we dan overleg gehad samen met politie. Het is op het college geweest in de vijfde week en twee dagen later hebben we gecommuniceerd. Dus oké, ik wil me persoonlijk excuseren aan de bevolking dat misschien niet optimaal gecommuniceerd was door de snelheid van het circulatieplan dat klaar ligt. Mobiliteitsplan dat onderzoek vraagt, hebben we gezegd van kunnen we niet beter de borden op deze moment laten staan om te zien wat het zou geven. Dus daar wil ik gerust persoonlijk mijn verantwoordelijkheid voor nemen. Maar laat dit onderzoek nu gewoon lopen, zodoende dat we ons kunnen baseren op reële cijfers, dat we ook kunnen aftoetsen, zodoende dat we naar ons mobiliteitsplan met concrete cijfers kunnen beslissingen nemen. Ook voor het beleid is het belangrijk dat we de juiste cijfers hebben en te weten waar er eventueel extra maatregelen zouden moeten getroffen worden naar de toekomst toe. Ik vraag gewoon om mij deze 5 maanden en een half nog te geven om toch wel een en ander te kunnen uitklaren naar de toekomst toe. Dank je wel. Ja, dank u, Dimi. Burgemeester, nog wat toe te voegen? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, collega's, voor de uiteenzetting. Er zijn toch wel een aantal cruciale zaken in het verhaal die van belang zijn voor de mensen die hier achteraan zitten, de grond nog niet hebben geraakt. En dat wil ik toch met een paar woorden toch even uitklaren. Voor mij als burgemeester en bij uitbreiding ons ganse college, en ik spreek namens ons ganse college, wij zijn een bestuur dat van in het begin van in de legislatuur heeft durven, en u hebt het aangehaald in uw bestuursakkoord, lef heeft gehad om heikele zaken te durven aanraken.
En wij hebben in die 3 jaar dat al geen gemakkelijke periode is geweest, hè, waar dat we na een dik jaar geconfronteerd zijn geweest met iets compleet nieuw, zijnde een pandemie, desalniettemin trouw gebleven aan ons beleid. Hè. Een beleid waarbij dat we zeggen, de burger moet centraal staan, de burger moet resultaten zien en de burger moet gehoord worden in de problemen die zij ondervinden in hun buurt en in hun straat. En de wijk Hopidak, ik zal ze zo noemen, want de meeste mensen die ik hier zie zitten, de gezichten die ik hier zie, zijn van een van deze straten. De wijk Hopidak is daar één van. Ik herinner me nog dat... het zal misschien de eerste maand van 2019 geweest zijn, van het jaar 2019 geweest zijn, dat ik zelf als burgemeester, vermits ik verantwoordelijk ben of een deel van mijn verantwoordelijkheid ook bij de brandweer zit, de telefoon heeft genomen naar de brandweerzone. Met de vraag van, kijk, in ons dorp is de veiligheid voor mijn part primordiaal. Veiligheid voor elk van ons, zorgen dat de brandweerwagens, zorgen dat een ambulance tijdig uit dat dorp geraakt en niet verstrikt geraakt in een dorp dat meer dan eens in de spitsuur in file staat. Wij hebben onmiddellijk de gesprekken aangeknoopt en wij kunnen met enige fierheid zeggen dat wij na 3 jaar staan waar we moeten staan, met name de brandweer is bezig met een bouwcoördinator, zal de brandweer verplaatsen richting de A12. En wij zullen ervoor zorgen dat op die manier de veiligheid wordt gegarandeerd. Ik zie u neeschudden, collega, maar het verhaal is nog niet af. Want daar is iets heel belangrijk aan gekoppeld voor de wijk Hopidak. En dat is dat wij op het moment dat wij zijn gaan samenzitten met de brandweer en vervolgens met de ontwikkelaar alwaar de nieuwe kazerne zal worden neergezet, langs de A12, dat wij onmiddellijk zijn gaan praten rond de Ventweg die halverwege de vorige legislatuur, zoiets ongeveer, ook halverwege is gestrand geweest. Ter hoogte van... Stone Moens. Ja. Wij hebben onmiddellijk gezegd, het zou een geweldige opportuniteit zijn om bij de ontwikkeling van deze KMO-zone er kunnen voor te zorgen dat die Ventweg wordt doorgetrokken. Hè. En we hebben er alles aan gedaan, en dat heeft ons toch wel ruim een jaar en een half gekost, om daarvoor te strijden, om ervoor te zorgen dat die Ventweg zou doorgetrokken worden, waardoor eens dat Londerzeel-Zuid zal ontwikkeld zijn, en dat gaat nog voor een onvoorstelbaar aanzuigeffect zorgen, iets waar wij nu al ook mee bezig zijn om ons het hoofd over te breken. Qua verkeer, wij moeten ervoor zorgen dat het verkeer dat op dat moment van de A12 komt of richting A12 rijdt, komende vanuit de kant van Mechelen, dat die uiteraard langs de A12 op die Ventweg worden afgeleid of via die Ventweg worden afgeleid. Dat zijn zaken die ik hier niet hoor, maar die wel bijzonder relevant zijn in dit verhaal. Te meer daar de ontwikkelaar overigens dermate ver zit dat allicht halverwege dit jaar de verkavelingsaanvraag zal ingediend worden en dat dit een onderdeel zal zijn van de desbetreffende vergunning die dienaangaande moet worden afgeleverd. Wat wij in deze hebben gedaan, de collega Schepen heeft het inderdaad al zeer goed toegelicht. Er is op een bepaald moment, naar aanleiding van de kasseiwerken, dat wil ik toch ook nog even duiden, inderdaad een verkeersafwikkeling geweest. Het plan, zoals het initieel vorige week voorlag, voorafgaand aan de bespreking met een aantal handelaars, het plan dat daarvoor lag, of het onderdeel van een circulatieplan, wezen het in proef, was al onderdeel van de verkeersafwikkeling zoals die 6 weken heeft gegolden in de periode dat de kasseien lagen uit te harden. En het is naar aanleiding van het goede werk dat er gebeurt binnen het verkeersteam, waar politie, deskundige mobiliteit, schepen van mobiliteit aanwezig zijn, waar er constant om de 14 dagen minstens wordt gemonitord waar het verkeer zich naartoe begeeft, waar verkeersinfarcten zitten, dat werd opgemerkt dat het verkeer komende van de Mechelse straat afgeleid wordend richting de Verbindingsstraat en zo in één richting, richting de Kerkhofstraat, dat dat een bepaald positief effect had op afwikkeling van een bepaald soortig verkeer.
Het is naar aanleiding daarvan, het was 4 weken, en het schip heeft inderdaad de timing correct aangehaald. Het was 4 weken gepasseerd, we zaten op 2 weken voor het vrijgeven eigenlijk terug van het dorp en al wat dat daarbij ging lopen, dat vanuit die dienst, die wel degelijk ook deskundig en onderbouwd genoeg kunnen redeneren, dat men heeft gezegd van kijk, het zou een goede zaak zijn, moesten we kunnen, aansluitend op het vrijgeven van alle andere verkeersregels die, of verkeersafwikkelingen die hebben gegolden in die 6 weken, dat we aansluitend op die 6 weken dat stuk nog even in proef houden, want het zou best wel eens kunnen dat dit ten goede komt aan de afwikkeling van het verkeer in het dorp. Dat is wat er is gebeurd. En inderdaad, waar de schepen zegt dat dat heel snel is gegaan, dat dit op een of andere manier stuitend zou overgekomen zijn, zowel bij de bewoners als bij de handelaars, wel, dan wil ik mij daar ook oprecht voor verontschuldigen, want dit was hoegenaamd niet de bedoeling. De bedoeling was het feit dat men al 6 weken gewend was aan dat stuk van de verkeersafwikkeling, daar nog verder op basis daarvan een aantal tellingen te kunnen doen en dit mee te nemen in, wat de schepen ook heeft aangehaald, de verdere studie die er loopt met betrekking tot de mobiliteit. Die mobiliteitsstudie is op dit moment hoegenaamd nog niet afgerond. Er is een synthese nota gepresenteerd geweest enkele weken terug, inderdaad aan de adviseurs. Daarin heeft het studiebureau al een aantal bevindingen gemaakt, vaststellingen eigenlijk ook. En daarop zal verder gewerkt worden, op basis waarvan zij een aantal handvaten zullen aanreiken tegen september van dit jaar. En op basis waarvan het bestuur verder aan de slag zal moeten gaan, deel per deel, deelgemeente per deelgemeente. En waarbij uiteraard, dat is deel van het project, en men wil hier iedereen laten geloven, hè, dat is alleszins een poging, om een perceptie te creëren alsof dit bestuur de co-creatie of de participatie in deze niet in het vaandel draagt, dat is absoluut onwaar. Hè. Want dit is onderdeel van een traject dat lopende is. Ja, maar wij zijn sereen geweest, collega's. Ik zou het op normaal vinden dat jullie dat ook houden. Zo houden, op het moment dat wij ons verhaal doen. Zoals ik al aangeef, dus het ganse mobiliteitsplan, dat moet nog zijn beloop kennen. Vanaf september kunnen wij met die handvaten, met de resultaten van die studies aan de slag. En zullen wij daarmee ook verder gaan. Wat betreft dat stuk Mechelse straat, Verbindingsstraat, Kerkhofstraat, ook dat is afgetoetst geweest bij diegene 3D, het bureau dat ons op dit moment ook nog begeleidt voor het mobiliteitsplan, is daarbij afgetoetst geweest. En zij hebben duidelijk gezegd, we hebben klankbord daarin nog eens genomen, alhoewel we de bevindingen hadden. En zij hebben duidelijk gezegd, kijk, dit is een onderdeel van een toekomstgericht beleid waarbij we de leefbaarheid in het dorp op alle vlakken kunnen staande houden. Dit is een proeve. U hebt onze zegen, u mag daarmee doorgaan. Dan zijn er inderdaad een aantal handelaars geweest die hebben gezegd, pas op. En niet in het minst, de winkel Saris die daar een beetje in het hart zit van dit verhaal, die absoluut ook aandrong op een onderhoud samen ook met een gans pak andere handelaars. Wij hebben omwille daarvan inderdaad het gesprek aangegaan. We hebben dat beluisterd. In alle sereniteit is er vanuit de winkel ook aangegeven dat er eigenlijk vooral een praktisch probleem was wat het betreft het beleveren. En we hebben gezegd, kijk, vanuit die optiek is er eigenlijk een wisselwerking aan gesprek geweest en zijn wij geland tot een compromis. Een compromis waar, in tegenstelling tot waar ik zowel collega Troeg als collega Sminati dat heb horen zeggen, men ook wil doen geloven dat dit een maat voor niks is. Nee, wij hebben duidelijk aangegeven, kijk, wij kunnen, de mobiliteitsambtenaar was op dit overleg ook aanwezig, wij hebben duidelijk aangegeven, wij kunnen daarmee leven, 100%, want dit komt op deze manier ook tegemoet aan de verzuchting die wij hebben, met name, en dat wil ik toch nog wel eens benadrukken, voor de mensen die hier leven, die hier nog op een gezonde manier willen leven, met name de mensen die van de A12 komen, ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen, de mensen die van de A12 komen en die richting Lommerzeel-Sint-Josef rijden, die eigenlijk ervoor kiezen vaak om de Verbindingsstraat te passeren, de Mechelse straat, en dan stevast rond 4-5 uur in file staan ter hoogte van de Van Esbroekstraat en de Meerstraat. We willen die de gelegenheid bieden om via een alternatieve wegenis hun doel te bereiken. En het is zeker niet de bedoeling, want dat is wellicht ook iets wat men u probeert aan te geven, dan richt ik mij tot de mensen hier achteraan, dat wij
prompt al het verkeer richting, ik herhaal nog eens, de wijk Hopidak gaan sturen. Dat is niet de bedoeling. Daarom dat ik ook uit begonnen ben met mijn uitleg die ik daar straks heb gezegd. Probeer even te luisteren. Met de uitleg die ik daar straks heb gegeven, met name dat we ervoor zorgen dat in 2023 die Ventweg zal gerealiseerd zijn, waardoor dat er het verkeer van de A12 naar de A12 langs een die Ventweg zal passeren waar jullie verlicht worden qua verkeer. Maar bovendien, het verkeer dat nu vanaf de A12 richting Sint-Jozef een weg zoekt, die worden even goed gestimuleerd om langs de Berkelaan hun weg te zoeken, dan wel desgevallend via de wijk Hopidak. Daar zijn wij ons ten volle van bewust. Of dat willen wij toch ten volle benadrukken, dat bij ons ook het achterliggende idee is en blijft. Voor het overige betreur ik heel erg het taalgebruik dat hier wordt aangegeven, terwijl, maar ook daarin wil ik jullie mensen ten volle inlichten en aangeven dat wat hier wordt gesteld een verhaal is van vooral te doen geloven dat het allemaal gemakkelijker is, veel gemakkelijker is dan dat het... dat het allemaal een vanzelfsprekendheid is of de zaken op een bijna simplistische manier kunnen worden aangepakt, terwijl wij met ons dorp voor een pak uitdagingen zitten. En dan ga ik algemeen nog een aantal zaken zeggen die wij nu ook al hebben vastgesteld, waarbij we het 's morgens bijvoorbeeld in de richting komende vanuit Malderen of komende vanuit Sint-Jozef, rijdende in de Stationsstraat, passerende de Dorpsstraat en zo rijdende richting de A12, dat we daar op dit moment, die tellingen die zijn al gebeurd en die zijn zelfs ondertussen al een jaar of twee oud, dat we vaststellen dat daar 's morgens vroeg 8000 bewegingen zijn van verkeer die daar passeert, die daar gewoon een weg zoekt omdat het op dit moment gemakkelijk is en omdat het eenvoudig is en omdat er ook geen alternatieven worden gestimuleerd, die daar passeren, waar ik mij als burgemeester oprecht mij bezorgd maak, zowel voor de leefbaarheid van ons handelscentrum, maar ook voor de mensen die daar wonen, hè, voor de luchtvervuiling die op die manier ook wordt in de hand gewerkt. En waarbij dat we nu al weten, en als alles normaal meevalt, want het wordt al elk jaar opgeschoven, als de Vlaamse overheid woord houdt, hè, dan zal in 2023 toch van start gegaan worden met de ontwikkeling van Onderzeel-Zuid. Dan zal de Kerkhofstraat drie jaar afgesloten zijn, zal daar geen verkeer zijn. Maar eens dat de verkeerswisselaar Londerzeel-Zuid zal ontwikkeld zijn, dan weten we nu al dat er heel veel verkeer zal aangezogen worden richting die A12. Dat is ook logisch, want dat gaat daar veel vlotter lopen. Het verkeer gaat daar veel vlotter kunnen doorstromen, omdat die verkeersafwikkeling, ja, dat ook de bedoeling is van de Vlaamse overheid, van het daar veiliger te maken en het daar vlotter te kunnen lopen. Maar dat betekent ook dat het vlot kan lopen van de 8000 naar de 12000 wagens. En dan maak ik mij, en dat zeg ik oprecht met mijn hand op mijn hart, bijzonder bezorgd over de gezondheid, de leefbaarheid van ons allen hier in dit dorp. En daar, beste mensen, daar zijn wij als bestuur mee bezig. En dat wij in deze, omwille van de omstandigheden, van een uitharding die 6 weken heeft ingenomen, dat wij na 4 weken hebben vastgesteld dat er zou kunnen een quick win zijn, dat wij die gelegenheid te baat hebben genomen, dat wij dat heel snel hebben gedaan, wel, sorry daarvoor. Hè. Sorry, maar het is met de intentie en dat u het gevoel heeft gehad dat u daarvoor of daarover niet afdoende of snel genoeg of lang genoeg bent geïnformeerd geweest, wel, nogmaals, sorry daarvoor. Maar het is met een intentie, een bedoeling vanuit dit bestuur om te kunnen meten en te zien waar we vanaf september van dit jaar in de beste richting kunnen uitgaan. En ik wil mij ook nog eens richten naar de handelaars, maar ik denk dat we dat tijdens het overleg van 12 april ook heel duidelijk hebben gezegd, dat ook daar de perceptie wordt gecreëerd dat wij als bestuur het woord autovrij is op een bepaald moment in de mond genomen geweest, omdat uiteraard het verkeer, het dorp autovrij is geweest gedurende 6 weken. Maar dat had de zuivere en enige reden om de kasseien afdoende te laten uitharden en zorgen dat we daarna geen problemen zouden kunnen krijgen in het wegdek. Dat was de enige reden. Maar wij hebben als enige bedoeling, en dan spreek ik ook namens het ganse college en ook namens de schepen van economie, wij hebben als enige bedoeling om onze handelaars
nog meer, nog veel meer te laten floreren dan dat ze op dit moment al doen. En we willen er vooral voor zorgen dat het nu, maar ook binnen 10 jaar, binnen 20 jaar, binnen 30 jaar, nog leefbaar blijft liever om hier aan economie te doen, om hier handel te drijven en om hier uw boterham te verdienen. En dat is de enige bedoeling. Ten slotte wil ik ook nog even zeggen dat het absoluut een fout is te zeggen dat, dat heb ik hier bij het begin van uw betoog, collega Sminati, horen zeggen, dat het wel wat voeten in de aarde heeft gehad om deze vergadering bijeen te roepen. U hebt de vergadering bijeengeroepen in eerste instantie op een verkeerde grond. U had de hoogdringendheid ingeroepen. De hoogdringendheid was in deze niet aan de orde. De hoogdringendheid was niet aan de orde, omdat wij u duidelijk hebben aangegeven dat het een proefopstelling was en dat op deze manier die gemeenteraad op 2 dagen samenroepen, dat dat een maat voor niks was. Dat hebben wij u gezegd en u hebt uw verhaal ingetrokken. En dan hebt u gezegd, ik beroep mij op de 1/3 meerderheid waar wij u vlot de gelegenheid hebben gegeven om vandaag deze vergadering te hebben, deze raad te hebben, om dit dossier ten overvloede te bespreken. Dat wil ik gewoon puur praktisch nog even aangeven. En voor het overige sluit ik mij aan bij wat de schepen heeft gezegd. Ik denk dat we moeten zorgen dat we de mensen de juiste werkelijkheid meegeven, dat we de juiste feiten meegeven, dat we niet de mensen de kast opjagen, schrik aanjagen, alsof dat wij met dit dorp het slechtste voor hebben, alsof dat wij voortvarend zijn en dit een definitief plan is, want dat is wat de schepen ook heeft gezegd. Dit is een proefopstelling waarmee wij willen monitoren, waarmee wij willen aan de slag gaan en waarmee wij de straten, zowel in de kern als daarop aansluitend, willen leefbaar maken. Die proefopstelling heeft zijn nut en wij zullen die evalueren begin september en zullen daar verder ons werk van maken. En daar zal ten overvloede voldoende mensen, groepen enzovoort bij betrokken worden. Dank u. Ja, dank u wel, burgemeester. Dan wilt Veerle nog iets toevoegen. Zo. Dank u wel, voorzitter. Ik wil als schepen van economie afronden of toch wel inderdaad benadrukken. Ik denk dat ik ook namens de CD&V-fractie kan spreken. De zeer concrete vragen, kon de communicatie beter? Ja. Kon de communicatie sneller? Ja. Kon ze transparanter? Ja. Kon het overleg beter, sneller en transparanter? Ja. En wij hebben inderdaad daar de lessen uitgetrokken en wij hopen daar de goede lessen voor de toekomst uit te trekken. Wat de inhoud betreft, denk ik dat wij inderdaad allemaal aan hetzelfde zeil trekken. En ik denk dat dat iedereen hier in de zaal zal bevestigen en kunnen beamen. De auto's, en de burgemeester heeft het gezegd, de 8000 tellingen die er gedaan zijn, die in ons dorp rijden uitsluitend om naar de A12 te rijden, die niet komen voor onze handelaars, die niet komen voor onze winkeliers, dat wij die inderdaad uit ons dorp moeten mijden. Dat is de inhoud. En er is een noodkreet inderdaad geweest vanuit de handelaars. Wij hebben daar onmiddellijk op ingegaan. We hebben inderdaad een overleg gehad op 12 april. En daar is inderdaad 1 grote concrete vraag en een zeer belangrijke vraag en een terechte vraag. Wat is belangrijk voor onze handelaars? Dat is de bereikbaarheid van ons dorp. De bereikbaarheid van ons dorp moet er altijd zijn, zeker voor onze inwoners en zeker voor onze handelaars. En wij gaan inderdaad trachten, en dat is niet altijd gemakkelijk, en dat zal iedereen hier inderdaad ook kunnen beamen en bevestigen, een goede consensus vinden waar iedereen gelukkig is en waar iedereen zich kan toe vinden, is niet altijd even gemakkelijk. Men kan niet altijd even gemakkelijk voor iedereen goed doen. Maar luisteren, en dat zal inderdaad in de toekomst gebeuren, en daar wil ik ook bij benadrukken. Tommy heeft gezegd, er is van in het begin niet gezegd dat het op een proefopstelling ging. Dat is wel waar. Er is van in het begin gezegd, het gaat om een proefopstelling. Men heeft geprobeerd om tot een consensus te komen. Die consensus is gedragen door de middenstand. Ik weet, en ik mag zelf spreken, ik kom van een berg, ik moet naar mijn bureau in de Gildestraat. Ik passeer zeer veel in de Kerkhofstraat, in de Verbindingstraat en in de Mechelstraat. Dat was de vraag van de middenstanders, dat was ook mijn persoonlijke ervaring. Wij zijn daar inderdaad onmiddellijk op ingegaan en we hebben inderdaad gezien van oké, dat gaat inderdaad veel beter zijn, zowel voor de leefbaarheid van ons dorp,
voor onze inwoners en voor onze handelaars. En het is inderdaad een proefopstelling. En ik nodig inderdaad iedereen uit om... En ik weet dat er heel veel mensen zitten van de Acacialaan. Ook ik passeer daar alle dagen heel veel. Daar is inderdaad, dat kunnen wij niet ontkennen, daar is inderdaad veel meer verkeer dan anders. En die infrastructuur van die Acacialaan, Pilatusveld, dat is ook inderdaad niet wat het moet zijn. Dat is nog beton. Dat is geen asfalt, dat is inderdaad beton. Daar zal in de toekomst ook aan gewerkt worden en dat zal een dossier worden voor samen met de riolering. Maar dat is nu niet, dat weten wij ook. En dat is effectief, daar is veel meer verkeer, daar is veel meer lawaai. Dat zien wij inderdaad. En we hopen naar september toe, samen met al de bevindingen van het studiebureau, met jullie bevindingen, en jullie mogen ons mailen, schrijven, jullie mogen jullie verwachtingen en noden allemaal laten kennen. Wij zullen dat samenvoegen naar september toe, wat hier inderdaad gezegd is. En we hopen dat we dan inderdaad tot een gedragen consensus kunnen komen. Maar nog eens, het zal zeer moeilijk zijn om voor iedereen inderdaad goed te doen. Maar wij denk ik dat wij allemaal één en dezelfde betrachting hebben. En dat is dat wij een bruisend Londerzeel willen, zowel voor de handelaars als alle inwoners. Niet alleen de inwoners van het dorp, ook van Pilatusveld, Acacialaan en al de andere mensen. Dus laat ons daar inderdaad constructief naar werken. Dank u. Ja, dank u wel, Veerle. Ik denk dat iedereen zijn toelichtingen heeft gedaan. Zijn discussies kunnen nog wel gevoerd worden. Maar ik wil u vragen niet de volledige toelichting nog eens opnieuw te doen. Dus houd beperkt tot het noodzakelijke. Anders blijven we hier bezig. Ja, Nadia, jij wacht eerst. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de burgemeester, ik ben toch iedere keer weer onder de indruk van de manier waarop u zich durft te verdedigen. Zeggen dat het niet hoogdringend was. Ik heb gevraagd om deze vergadering bij hoogdringendheid samen te roepen, omdat mensen uiteraard anders geconfronteerd worden met die nieuwe situatie. En durven beweren dat het niet hoogdringend was. Ja, je moet het maar durven, hè. En natuurlijk hebben jullie dan vlot toelating gegeven om deze vergadering te organiseren, omdat jullie daartoe verplicht zijn. We hebben nu eenmaal meer dan 1/3 van de zetels hier in deze gemeenteraad, dus dat was geen gunst van u. Het is goed dat jullie zich vandaag verontschuldigen. Maar het is natuurlijk één zaak om te zeggen, we hebben het niet goed aangepakt. Maar het is een andere zaak om daar dan ook nog gevolg aan te geven. Van te zeggen, we gaan met een wit blad beginnen. We gaan met iedereen een traject afleggen. En we gaan toch proberen om een goed plan uit te werken. Dat heb ik u vandaag niet horen zeggen. Uw conclusie vandaag is, oké, ja, we hebben een klein foutje begaan. Maar we gaan u toch laten stikken met al uw bezorgdheden, want het is toch maar een proefproject. Maar op die 6 maanden, hè, mevrouw de burgemeester en Schepenen, op die 6 maanden gaat men wel moeten gewoon worden aan die nieuwe situatie. En dat is zo'n beetje, ik vergelijk het met een dokter die een patiënt voor zich heeft en die niet goed weet wat is hier nu het probleem met die patiënt en dan maar probeert van daar een long bij weg te nemen en te denken, ah, je weet nooit, hè, dat zal helpen. Ik begrijp dus uit een uitleg die hier gegeven is, ik heb heel goed geluisterd, ik begrijp dat deze beslissing genomen is op 1 collegezitting. Er is dus geen studie. Er zijn geen tellingen gebeurd in functie van dit circulatieplan. Je spreekt over tellingen van 2 jaar geleden. Weet u, meneer De Schepen, weet u wat concrete cijfers zijn? Dat zijn het omzetverlies van de handelaars. Dat zijn concrete cijfers. En één zaak vergeten jullie, en dat is dat het circulatieplan gebaseerd is op het circulatieplan tijdens de werken, maar op dat moment geraakten de mensen niet tot bij de handelaars. Dus dat is een element dat jullie vergeten in rekening te brengen zijn.
U spreekt over een participatietraject, Schepen-Robijns, een participatietraject in functie van het mobiliteitsplan. Niet in functie van het circulatieplan dat jullie al beslist hebben. Dus ik begrijp, het mobiliteitsplan, dat moet nog komen. Hè? Dat is wat dat je uitgelegd hebt. En daar is een participatietraject voor. Hoe is dit dan, in godsnaam, op een objectieve manier tot stand gekomen? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Hè? Dat jullie rond de tafel gaan zitten en wat lijntjes trekken en pijltjes hebben getrokken en gezegd, dat ziet er hier goed uit, hè? Zo stel ik mij dat voor, want er zijn geen objectieve gegevens. Het mobiliteitsplan moet nog komen. Onwaarschijnlijk vind ik dit. Ik had echt oprecht verwacht dat er hier vandaag een studie aan ons zou aangereikt worden, dat je vergeten op voorhand zet te geven. Maar goed, dat kunnen we dan nog aanvaarden. Misschien was dat naïef van ons, maar dat is oprecht wat dat wij vandaag verwacht hadden. Die studie, die is er niet. Ik heb u ook horen zeggen dat dit plan kan bijgestuurd worden. En u heeft meteen de daad bij het woord gevoerd, want het plan was nog geen 24 uur oud en het is al effectief bijgestuurd. Maar onze vrees is natuurlijk dat als we dit werk niet terug van nul gaan starten, dat we dat nog heel vaak gaan moeten bijsturen. Bijsturen op basis van het mobiliteitsplan dat nog moet komen. Bijsturen op basis van bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Egmondgebied. Bijsturen op basis van bijvoorbeeld klachten die er nog zijn van handelaars die niet in dat kleine centrum zich bevinden, maar bijvoorbeeld in de Stationsstraat. Bijsturen op basis van de lijn, bijvoorbeeld. Want dat is, ik had speciaal mijn vraag nog een keer heel duidelijk herhaald. Is er overleg gepleegd met de lijn? Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Ik kan u zeggen dat ik de twee plannetjes, dus het plan, het oorspronkelijke plan en het plan dat dan 24 uur later is bijgestuurd, dat ik dat echt bestudeerd heb om het te kunnen begrijpen. Maar denkt u echt dat elke Londerzeelenaar, laat staan mensen die van buiten Londerzeel komen om hier te komen winkelen, dat die dat ook gaan bestuderen? Ik denk het niet, hè. Ik denk het niet. Dus daar zit uw probleem. Dan de lijn. Ik heb geen antwoord gehad, maar ik heb wel een antwoord gekregen van enkele topmensen van bij de lijn. Ik heb dan maar zelf naar die mensen gebeld en gevraagd, hoe zit dat? Is daar overleg geweest? En die mensen hebben mij geantwoord, nee. Daar is geen overleg geweest. Kunt het u voorstellen? Er is geen overleg geweest. Zij hebben enkel de beslissing van jullie overgemaakt gekregen. En wat die mensen mij ook nog vertelden, waar ik ook van mijn stoel van viel, dat is door het feit dat zij niet de gebruikelijke route kunnen volgen, dat zij een recurrente meerkost van €300.000 per jaar gaan hebben. €300.000 elk jaar opnieuw. En als je dan weet dat er een gesloten enveloppe wordt gebruikt in de vervoersregio, dan gaat je daardoor andere gemeenten minder kansen bieden. Omdat er in Londerzeel extra kilometers moeten gereden worden, mevrouw de Schepen van Groen. Die bussen gaan ook extra kilometers moeten rijden en dat kost de gemeenschap Vlaanderen €300.000 extra per jaar. Bon, ik denk dat ons punt duidelijk genoeg gemaakt is. Er is geen overleg geweest, er is geen gedragen plan, dat is duidelijk. Dus wij stellen voor om de beslissing op te schorten en opnieuw rond de tafel te gaan zitten met alle betrokkenen, met de lijn, met Incovo, met de mensen hier aanwezig, met de handelaars, met de inwoners en met ons.
Ja, dank u wel, Nadia. Gerda, was het nog eerst? Maar... Ja, goedenavond iedereen. Dank u wel, voorzitter. Ik zie hier heel veel mensen zitten in de zaal en natuurlijk ook veel handelaars. En daarom zou ik graag een tussenkomst doen aan het adres van de schepen van lokale economie, Veerlepas. Ik vind het bijzonder sportief van u dat u toegeeft dat de communicatie scheef is gelopen, geen transparantie is geweest. Maar u als schepen, mevrouw Pas, wij veronderstellen dat toch, dat u regelmatig in gesprek gaat met de winkeliers, met de ondernemers en dat u een hele hoop informatie en bezorgdheden verzamelt. En ik stel me de vraag, is die informatie nooit tot op het college gekomen voorafgaandelijk aan heel dit circulatieplan? Dan had men al op voorhand proactief die informatie kunnen verwerken vooraleer men echt tot het uittekenen van het plan kwam. Dus daar is volgens ons iets fout gelopen. Is die communicatie intern niet 100%? Ik laat dat in het midden. Dat is aan u om te oordelen. Nu, jullie weten dat misschien niet, maar het merendeel van mijn beroepsleven ben ik zelf handelaar geweest, winkelier geweest en ondernemer. En ik weet wat het is om een winkeldeur open te zetten en hopen dat de mensen binnenkomen. En één dag, want ik hoor hier, het is een proefproject, Dimi, het is een participatieproject, we gaan dat herzien, we gaan dat bijsturen. In september, binnen 5 maanden, gaan we dat nog een keer evalueren. Nu, één dag geen klanten zien in uw zaak, dat is een heel slecht teken aan de wand. En dat is de voorbode van een trend die direct moet keren. Want anders is het gedaan met winkelhouden. En vergeet trouwens niet dat veel van die handelaars hier aanwezig pas uit het coronadal zijn geklommen. Onder hen zijn er velen die alle dagen moeten opboksen tegen het internetwinkelieren. En dan de koopkracht bij de mensen die daalt. Dat moet ik u niet vertellen. Daar liggen de energieprijzen van aan de basis. U moet toch ook met z'n allen het college... uw licht toch ook eens opgestoken hebben in de buurtgemeente bij ons. Ik neem het voorbeeld van Bornem. De beruchte Boomstraat. Daar ging iedereen naartoe omdat hij zo leefde. Daar hebben ze dus een circulatieplan ingevoegd. En het was kapot. Het winkelieren was kapot. Men heeft dat teruggedraaid, maar te laat. Iets wat kapot is, is moeilijk terug in leven te brengen. Neem dat gerust van mij aan. Hetzelfde in Kapellen op den Bosch. Ik moet daar geen uitleg over geven. En daarom vraag ik toch, hou toch in stand wat floreert. Ja? En ondoordachte, hals over kop maatregelen, hè, die gaan alleen maar lege winkelpanden creëren. Dus mevrouw Pas, ik begrijp dat u misschien in een moeilijke situatie zit binnen het college. Maar u zit daar om de handelaar te verdedigen. Daarom zit u daar, daarom moet u daarvoor werken. En daarom roep ik u op, stem ook mee om deze beslissing op te schorten en om in overleg te gaan met, in eerste plaats bij u, met uw handelaars. Dat is het klankbord van het dorp. We staan alle dagen met hun 2 voeten tussen de mensen. Dank u. Ja, dank u wel, Gerda. Tom? Ja. Ik krijg niet rap applaus voordat ik begin te spreken, dat is wel tof. Nee, even serieus, ik ga ook niet alles herhalen wat de collega's voor mij nog gezegd hebben, maar ik wil wel nog een paar dingen zeggen. Als ik de reacties gehoord heb van de schepen en van de burgemeester, ik hoor vooral eigenlijk een achteraf goed praten van iets dat gelopen is, niet zoals het moet, en waar men dan nu probeert een draai aan te geven. Bijvoorbeeld, men spreekt dan van ja, de co-creatie, dat voeren wij hoog in het vaandel, ook in dit dossier, ja... Ik denk gewoon dat de feiten voor zich spreken. Dan hoor ik de schepen zeggen, ja, als je een beslissing neemt, niet iedereen zal tevreden zijn, dat is inderdaad zo. Maar ik denk dat je op zijn minst wel een poging kunt doen op voorhand om zoveel mogelijk mensen toch tevreden te maken. Als je die poging zelfs niet doet op voorhand, ja, dan kan uiteraard niemand tevreden zijn. Ik hoor ook zeggen, hè, de hoogdringendheid was niet aan de orde. Maar ja, dat lijkt me dan wel raar als je wel handelaars overdag uitnodigt voor een vergadering 's avonds. Als dat niet hoogdringend is, dan weet ik het ook niet. En tenslotte,
zegt je, ja, we hebben dit plan gedaan met de zegen van het bureau. Ja, als een bureau dat je betaalt een zegen moet geven aan u als bestuur, dan leven we volgens mij in een omgekeerde wereld. Hè. Want zeg een keer, welk bureau zal openlijk tegenspreken tegen het bestuur dat hen betaalt? Hè. Nu, inhoudelijk wil ik toch nog wel een paar dingen meegeven in de hoop hè, dat we de discussie ooit nog ten gronde kunnen voeren. Zijn denkfout is gemaakt. Hè, als er dan toch zo goed gemonitord is tijdens de werken, hè, dan zou je toch moeten weten, als je de cijfers van tijdens de werken vergelijkt met de cijfers van ervoor, dat de werken op zich natuurlijk invloed hadden op de toevloed van verkeer. Hè. Het is evident dat tijdens de werken mensen minder naar Londense centrum kwamen. Mensen uit Malderen, Steenduffel, maar ook mensen van buitenlandse, net omdat ze wisten dat er werken waren. En ik denk, als je dat niet gelooft of je zegt, dat is niet waar, ik denk dat de cijfers, de omzetcijfers van de handelaars daar voor zich spreken. Dan tenslotte wordt nogal heel veel aandacht gegeven aan het verkeer dat van de A12 komt. Dat is ook niet toevallig, want enkel op dat stukje heb je nu een stukje een antwoord. Maar natuurlijk, verkeer zit altijd in de twee richtingen. En als je echt wilt zorgen dat je verkeer de gewoonte neemt om minder door het dorp te rijden en andere wegen, dan moet je natuurlijk in de twee richtingen pakken. En enkel iets doen voor het verkeer dat van de A12 komt, heeft geen zin als je niet ondertussen ook maatregelen noemt voor het verkeer dat naar de A12 toe gaat. En dat wordt waardoor je nu in je vernieuwde versie maar een halve of zelfs niet een vierde versie hebt om dat aan te pakken. En ik heb dan op een van de vorige gemeenteraden al gezegd, met alle goede bedoelingen, maar bijvoorbeeld uw maatregel waardoor je in de Linde de parkeren verboden hebt, dat zuigt nu net dat verkeer vanuit die richting nog aan. Want de mensen van Merchten, Buggenhout en zo weten, ah ja, het is nu gemakkelijker om via Londerzeel te rijden. Dus als je wilt iets doen, dan moet je altijd... Als je iets wilt doen, dan moet je altijd in de twee richtingen werken. En wij blijven ervan overtuigd dat een florerende handel niet per se tegengesteld hoeft te zijn aan maatregelen om het autoverkeer wat te weren, of het, op zijn minst het overbodige autoverkeer te weren. Wij zijn ervan overtuigd dat dat zichzelf kan versterken. Maar dan moet je natuurlijk naar iedereen luisteren, dan moet je dat samen doen en dan moet je rekening houden met de mensen over wie het gaat. En wij geven die hoop niet op. Wij geven die hoop absoluut niet op dat we kunnen, de handel laten floreren, dat we onze bewoners kunnen rust geven en dat we tegelijkertijd kunnen werken aan de klimaatverandering door minder uitstoot te voorzien. Maar dan moet dat een inspanning zijn van iedereen gezamenlijk. En dan heb ik nog twee kleine puntjes dat je toch nog moet mee rekening houden als je dan toch door zou gaan met het plan. Zorg dat je ook communiceert naar de mensen die niet in het centrum wonen. En ten tweede, zorg dat het voor de fietsers ook duidelijk is. Als je aan je verkeersborden, dat je uitzonderingen al of niet, uitzonderingen hangt voor het fietsverkeer. Want nu staan er enkel borden die gelden voor... Nu staan er enkel borden waar geen uitzondering wordt gemaakt voor fietsers. En dus dat wil zeggen... Ja, dankjewel Tom. Ik weet niet wie er nog iets wilt toevoegen. Ik wil reageren op dat van de lijn even. De lijn zit in de projectstuurgroep trouwens. We hebben dan ook verwittigd dat we dat proefproject gingen doen. Ik moet wel zeggen, ik heb met de lijn al heel veel overleg gehad. Daarvoor niet specifiek over dit circulatieplan, maar... het is een gigantisch probleem om met de lijn afspraken te maken. Want de lijn, we vragen ook... om de bus dat in het centrum stopt, om die halte ergens te verleggen. Maar de lijn is er helemaal niet mee bezig. En ze willen, ik heb nu tegen hen gezegd, kijk, we moeten dit testen, want we moeten weten waar we naartoe gaan. Projectstuurgroep, daar zitten ze wel in. Dus zij kunnen media feedback geven over wat er naar de toekomst toe nog mee moet gebeuren. Dus het overleg met de lijn gebeurt in elke projectstuurgroep. Ja, dank u wel, Demi. Kim, wil je nog iets toevoegen? Ja, dank u, voorzitter. Ik wou inderdaad ook nog wel even vanuit de LWD-fractie een woordje richten tot iedereen. We hebben natuurlijk vandaag hier de gemeenteraad gehad. Er zijn partijprogramma's geciteerd. Nu puur, als we kijken naar, gaan we denken aan een oplossing. Ook eerlijk zijn, daar hebben we niet zoveel over gehoord. En ik denk dat we daar toch stilletjes aan moeten aan beginnen werken. Het proefproject is een verderzetting van een bestaande situatie. En ik benader graag het woord proef, want in de inleiding door de collega's is dat uiteraard niet verduidelijkt.
Wij hebben dat wel gedaan. Het is een test, het is geen definitief plan, maar het is een test waarvan de resultaten worden geëvalueerd. En ik denk dat dat heel belangrijk is in deze. Er zijn evaluatiemomenten. Het is een methode en die methode die wordt gebruikt als analyse. En men kiest er niet voor om te blijven hangen in theoretische modellen, maar men neemt voor een beperkte periode de proef op de som. En volgens ons is dat de juiste methode. Onder andere op de Linda heeft dat wel zijn nut bewezen. Uiteindelijk, we mogen heel veel nadenken, we mogen heel veel overleggen, we mogen heel veel potentiële scenario's bedenken. En dat gebeurt vandaag gelukkig ook allemaal. Maar uiteindelijk is het pas in de praktijk dat je resultaten kan zien. En alle politieke partijen in deze gemeenteraad, ja, we hebben allemaal dezelfde belofte gedaan aan de kiezer. Namelijk de belofte om de verkeersdoorstroming in ons dorp om dat te verbeteren. Door enkele aanpassingen in de weginrichtingen te voeren, door op strategische plaatsen te knippen en te zorgen dat het doorgaand verkeer niet meer door ons dorpscentrum rijdt. Ik heb zelfs deze avond het woordje verkeersluw horen vallen bij een van de fracties. En ook de partijen die het hardst roepen, kijk, we hebben dat allemaal in ons partijprogramma staan. Allemaal willen we daar een oplossing voor. En ik denk dat dat iets positiefs is, want dat wil wel zeggen dat alle partijen hier in de gemeenteraad, ja, dat we daar een consensus hebben. Dat is een consensus die we allemaal delen en ik denk dat we ons best daarop gaan verder bouwen. Te beginnen met tegen dit voorstel te stemmen en de proefproject wel te laten doorgaan. We moeten de impact kennen en we moeten met de nodige cijfers en inzichten, zoals dat hier trouwens ook gevraagd is, samen kunnen beslissen in het belang van heel Onderzeel. Dank u. Ja, dankjewel Kim. Bart nog, de laatste, denk ik, dat nog een vraag had. Ja, bedankt voorzitter. Geachte collega's, zeer gewaardeerd publiek. Ja, voor eerst vind ik het kenmerkend dat de burgemeester toch tracht te insinueren dat wij de bewoners en de handelaars manipuleren. Dat is toch wat ik een aantal keren meen gehoord heb in haar betoog. Meneer de Schepen van de Mobiliteit, beste Dimi, ik breng u terug naar de gemeenteraad van 12 februari 2019. U zult zeggen 12 februari 2019, dat is geen vierde dinsdag. Dat klopt. U hebt toen met de meerderheid de vergadering verlegd omdat u geen meerderheid had. Maar bon, dat is geschiedenis. Maar bij de bespreking van de delegatie naar het college in zaken de aanvullende verkeersreglementen, hebt u vanuit de collegebanken gesteld dat u bij belangrijke zaken deze gemeenteraad zou consulteren. Moeten wij nu vaststellen dat dit circulatieplan niet belangrijk is, want u hebt ons niet geconsulteerd. Dat wil ik als eerste zeggen. Dat wij niet geconsulteerd worden, dat zijn we al gewoon. Maar je hebt niemand geconsulteerd. Geen enkele handelaars, bewoners, de lijn niet. U zit in een vervoersregio. Is dat daar ter sprake gebracht? Ik kan u zeggen, u hebt die delegatie gekregen op basis van het decreet. In het decreet staat ook een toezichtsmaatregel. Die toezichtsmaatregel houdt in, als u beslissingen neemt die bovenlokale repercussies heeft. En wat in deze het geval is, collega Sminate heeft het duidelijk aangetoond, de vervoersregio heeft een gesloten enveloppe. Wij pakken er nu door die aanpassingen van de lijn €300.000 af. Ik zou er niet van verschieten dat er verschillende gemeentes gaan zeggen, jongens, jullie doen iets wat een impact heeft op ons. Ik ben ook op zoek gegaan naar het besluit. Het besluit, het volledige besluit over dit circulatieplan. Ik heb het niet direct gevonden. Ik heb enkel een plannetje gevonden. En dan heb ik ook mijn vraag. Ik weet dat u daar niet graag op ingaat. U, mijn collega's Sminate en wij allen zitten nog steeds te wachten op de studie waarop uw plan is gebaseerd, uw circulatieplan, is dit reglement overgemaakt aan de afdeling beleid, mobiliteit en verkeersveiligheid. Dan zouden we dat ook graag vernemen. En ik begrijp dat het voor sommige leden van het college een zeer moeilijke beslissing geweest is om te nemen.
Het is een college dat daar samen over beslist. En ieder draagt daarin zijn verantwoordelijkheid. De schepen van onderwijs... Londerzeel is een gemeente die onderwijs verstrekt aan heel wat kinderen van buiten onze gemeente. Wel, deze beslissing is genomen tijdens een vakantie. Hoe, en ik denk dat het een opdracht moet geweest zijn om dit te kunnen communiceren aan die scholen, die ouders, die kinderen, waar ze hun kinderen moesten de bus nemen of waar en hoe ze hun kinderen konden afzetten. Dat het een proefproject is dat mank loopt, dat zagen we ook deze week. We hebben de test op de som genomen. De duurtijd van de lijn door het dorp is op de fiets tijdens de file loopt op tot meer dan 10 minuten. In gevolge dit plan. We hebben dus ook geen halten meer van de lijn 64, mevrouw de Schepen van Sociale Zaken, aan ons woonzorgcentrum. Ik zie daar regelmatig mensen, bezoekers van het woonzorgcentrum, de bus nemen om verder gelegen terug naar huis te gaan. Hebt u daar ook aan gedacht? Het zijn maar kleine opmerkingen, maar het typeert wel het feit dat als men zo'n beslissing neemt, dat men moet kijken naar het geheel. Een college waar iedereen zijn verantwoordelijkheid draagt, waar ieder zijn veld heeft, had tot een meer gedragen beslissing moeten komen dan wat er hier nu voor ligt. Er wordt dan gezegd, het is sturen, omzien. Maar dat is niet altijd zo'n goed idee als men aan het stuur zit. En bijsturen. Wel, hoe het nu verloopt, ik hoop dat het beter kan, is het zwalpen, slippen de gracht. Dank u. Ja, dank u wel, Bart. Ik denk dat alles gezegd is. We blijven herhalen wat er nog zou moeten gezegd worden. Dus iedereen heeft zijn meningen kunnen samenvatten. Ik denk dat we kunnen overgaan aan de stemming. Anders blijven we bezig. We zijn al een uur en een half. We hebben nog een uitgebreid agenda hierna. Ja. Alles, heeft u nog iets nieuws toe te voegen? Of is het de herhaling van wat er al gezegd is? Want dat hebben we hier ook al vaak gezien, precies. Mag ik het dan vragen om kort te houden en gewoon enkel de nieuwe punten aan te halen? Dat we meteen kunnen doorgaan. Dank u wel. Ik merk dat er een vergelijk vaak wordt gemaakt met het proefproject op de Linde. En ik heb het gevoel dat er een enorme laksheid is ontstaan doordat dat project inderdaad goed verlopen is. Hè. En dat er een vergelijk wordt gemaakt daarmee en nu wordt doorgetrokken naar dit proefproject. Maar er is een heel groot verschil. Hè. Toen had je voor de bewoners van Londerzeel, buiten de straat zelf, had je alleen maar positieve gevolgen. Je had de mensen daar in de straat die hun auto ergens anders moesten zetten, maar voor alle andere mensen had je positieve gevolgen. Maar hier ga je nu een proefproject invoegen, brengen voor 6 maanden met enorm veel negatieve gevolgen. Ik ga ze niet allemaal herhalen, ik denk dat dat duidelijk genoeg gezegd geweest is hier. En ik heb het gevoel dat daar zo'n soort van laksheid is ontstaan, een bestuursfout is genomen nu daardoor. Hè. En ik vind dat het jullie zou sieren om dat toe te geven en te zeggen van oké, het klopt, we hebben dat verkeerd ingeschat en om dat nu 6 maanden door te duwen, dat is een beetje te veel. En dan nog een vraag, waarom tot september überhaupt? Doet dat dan 3 weken? Meet dan? En waarom moet dat zo lang duren? Dat snap ik ook niet. Dat wordt ook niet toegelicht waarom dat het allemaal is. Oké. Tot daar. Dank u wel, Greet. Leen, even snel iets toevoegen. Ik weet ook nog even toevoegen van alles wat er hier al gezegd is. Ik denk dat wat velen gezegd is, heeft in verband met de communicatie, hè, dat we inderdaad moeten toegeven dat we daarin, hè, met die inspraak enzovoort, dat we daarin een aantal stappen misschien gemist hebben. Maar onze schepen van mobiliteit heeft ook duidelijk toegelicht op welke
getallen en studies dit gebaseerd is, hè, dat er wel ervaring is met het mobiliteitsplan waar we nu mee bezig zijn, dat daar wel tellingen van gemaakt zijn, maar dat we tegelijk ook de noodkreet van de handelaars hebben gehoord, waardoor dat morgen het stukje Kerkhofstraat wel terug open gaat. En tegelijk ook de mensen van onder andere Acacialaan en de straten die daar ook gepasseerd worden, waar men duidelijk zegt, als men een lussenplan maakt, hè, dan zijn wij nu de ringweg. Hè. Natuurlijk hè, de ringweg, de Linde is ook de ringweg. En dat we daar ook inderdaad die gevoeligheid en dat we dat ook mee gaan meten. En dat daar een heel belangrijk is. Maar er is ook gezegd dat dit plan past in het grotere geheel, ook in de lijn, ook. Maar hè, die 8000 wagens die geteld worden, die los door ons dorp rijden, alleen maar om daardoor te rijden, niet om naar de winkel te gaan en die dat voor anderen belemmeren, dat daar een heel duidelijke communicatie zal moeten zijn naar de mensen die van buitenaf komen, die van de A12 komen, en dat die moeten weten hoe ze onze handelaars kunnen bereiken of hoe ze die niet moeten bereiken. Hè. Maar dat we dat net willen vermijden, dat die 8000 wagens, dat die van overal blijven komen, zoals... Ik woon zelf in Malderen, zoals uit Buggenhout, los door Malderen, los door ons dorp Londerzeel, om naar de A12 te rijden, ook in die richting, dat we dat ook hebben meegenomen in dit plan. En dat we ook weten hè, dat dat voor die straten dan, dat we dat moeten goed in doog houden. Maar ik zou daar toch even morgen naar kijken wat dat verschil gaat geven met dat stukje Kerkhofstraat al. En dat wat hier al aangehaald is van hoe dat dit tot stand gekomen is, dat we dat toch niet kunnen voorbijgaan. Dus vandaar die communicatie naar iedereen en dat meedenken naar het vervolg, dat we daar zeker en vast, dat de volgende stap is, daar is zeker en vast geen betoog tegen mogelijk. Sorry, maar er is vandaag toegegeven geweest dat de straten niet zijn aangepast om dat verkeer te slikken. Dus dan doe je zo'n proefproject gewoonweg niet. Ja, dankjewel. Koen van Hoof, je hebt nog een vraag. Goedenavond, collega's. Helemaal in het begin van de legislatuur heb ik met een van de gemeenteraadsleden van de meerderheid een heel kort gesprekje gevoerd. Ik zeg, ik hoop dat als jullie zeggen, wij vinden blauw heel mooi, en als wij zeggen, wij vinden geel heel mooi, dat er ook kan gekeken worden naar groen. Dat is de schrijnende situatie die we nu hebben, dat er enkel naar blauw wordt gekeken en alle andere kleuren eigenlijk ergens een losse stem zijn die staan te schrijven tegen, ik weet niet wat. In situaties zoals dit of in dossiers zoals dit, die een bereik en een impact hebben over alle legislaturen heen van de komende 25, 30 jaar misschien, zou het wel interessant kunnen zijn om een beslissing te nemen die ook gedragen is door alle actoren en betrokkenen, om ook dezelfde beslissing te kunnen blijven uitvoeren in de komende jaren en legislaturen. Dus nogmaals een warme oproep. Kijk niet alleen naar dat blauw, waar jullie zo graag naar kijken en zo vol van zijn. Durf ook te kijken naar andere kleuren en durf een mengeling te maken. Gedragen door iedereen hier aanwezig, inclusief de gemeenteraadsleden, inclusief de handelaars, inclusief de betrokken inwoners en geëngageerde Londerzeelenaars. Dank u. Dank u wel, Koen. Moest je nog een laatste, dan gaan we toch moeten afronden. Anders ja, blijven. Heel kort. De cijfers waarop dat alles is gebaseerd, kunnen wij die dan ook inzien? Of kunnen wij die krijgen? Of... Het onderzoek komt ook naar jullie, net als dat in het verleden geweest is. Ja. Oké, dank u, Moesie. Kunnen we hierbij afronden? Kunnen we overgaan naar de stemming? De technologie laat ons vandaag in de steek, zowel met de micro's als de stemming. Dus we gaan met handopsteking moeten stemmen. Dus hier is het punt dat voor ligt om het circulatieplan af te schaffen. Wie stemt er af te schaffen en verlegd op te schorsen? Ja, sorry. Ja. Nee, het is dat. Op het opschorten van het huidige circulatieplan en opnieuw in bespreking te gaan met alle andere actoren. Wie stemt er hier voor? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wie stemt er tegen? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 12. Dus er is niks beslist. Het is een staking van stemmen.
Dus er wordt niks afgeschaft en er wordt niks opgeschort. Ja, er is ook nooit goedgekeurd geweest om het in te voeren. Dus waarom het dan wel het is een college laten ingevoerd dus houden, dat kan toch gewoon weg niet. Dit is gewoon ongehoord in een democratie. Ziet de mensen hier zitten, ziet de mensen hier opkomen. Dit kan je toch niet laten gebeuren. Dank u wel voor de komst, iedereen. Ik weet niet of het publiek nog vragen heeft, niet aangaande dit thema. Een andere vraag vanuit het publiek toevallig. Nog heel even wachten, denk ik. Nog een andere vraag van het publiek? Ja, ik kan nog stellen, nu het mag niet over het klas niet gaan, omdat hij spijt is, want dat is een zijweg, dat we de regels zouden niet doen. Ik heb mijn bedenkingen aan het feit. Maar ik spreek nu voor een stukje naam van de mensen van de wijk op parkeer. En los van als situatie kwam, worden wij als Noordwijk, toen presidentieel was het nu vandaag niet meer, we zijn de ringweg geworden, zeker weer echt. Wij worden zwaar belagerd als bewoner en we voelen ons eigenlijk derde de rangs bewoner. Waarom? De tram die komt achter ons. We hebben daar last van. Het nieuwe industriepark waar de brandweerkazerne komt, zoals de burgemeester heeft gezegd, ligt achter ons. Het voetbalplein zit in. Waar de scholen sporten, onze kinderen sporten, mensen wonen gaan wandelen, dat wordt blijkbaar een partijkering van al komt. Ja, wat de mensen nu denken allemaal? Allemaal in die ene vierkante kilometer in Onderzeel, er is nergens in Onderzeel een plaats waar zoveel ingrijpende veranderingen komen, de volgende jaar dan bij ons. En dat is de reden dat we hier ook zijn, om ons van de situatie te komen. En dat wil ik ook nog zeggen. Ja. En wat ik ook wil zeggen is, namens de wijk ben ik zeker, van deze vertoning zijn wij beschaamd. Ja, dank u wel voor uw toelichting. Ik denk dat alle vragen gesteld zijn. En dan kunnen we bij deze de gemeenteraad van vandaag afsluiten. Ah, sorry, niet gezien. Ah. Dank u wel. Nog een vraag? Wanneer gaat dat vliegtuig controle doen? Wanneer? Na nu of nooit? 8, 10 potters. Dan tegen 80, 70, minstens. Hè? Maar geen police te zien, hè? Geen police te zien, hè? Het is schandalig. Schandalig. Ja, dank u wel. Allemaal. Dat is wel
Ja, dank u wel, meneer, voor uw tussenkomst. Er zijn nog vragen. Van mevrouw, zie ik nog een vraag daar? Meneer, het is de bedoeling om vragen te stellen en niet om te discussiëren hier. Dus. Mevrouw? Ja, mevrouw van achter. De zebrapaden in het dorp zijn die worden geschilderd, maar dat is een discussie met de politie. Zone 30. Ja. Maar dat is zone 30, hè, mevrouw. Dus allee, dat is in elke gemeente, in elke stad, waar dan ook, in zone 30, worden met opzet geen zebrapaden voorzien. Juist omdat de fietser daar, de voetganger ook, maar vooral de voetganger dus, in deze, ja, eigenlijk heer en meester is. En dat aan de hand van, ja, oversteken, oogcontact, de automobilist moet altijd stoppen. Ongeacht of dat die nu oversteken aan uw winkel, of 3 meter verderop, of nog 4 meter verder. Altijd. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Dank u wel. Ah, nog een vraag links. Dank u wel. Ja. Oké, okay. Kunnen we hier afronden? Ja. Ah, ik zie hier al die handen niet. Ja, meneer van achter rechts. Allee, voor mij rechts. Ja, dank u wel. Dave, ook nog een vraag? Dave, kun je iets luider? Want het is...
Ja. Ja, Dave, dat is... Ja, dat is een heel terechte vraag dat u bezorgd bent over die plannen. Hè. En inderdaad, vandaag staat op de commissie die hierna komt het startbegin van het RUP-woonlagen, wat ooit al eens aan de orde is geweest. Dat gaat niet alleen over woonlagen. Het is niet de bedoeling van hier appartementen in de hoogte te gaan zetten. Dat gaat over 1 volwaardige woonlaag, 2 bouwlagen. Maar dat is dat hoort niet bij uw vraag. Maar het vervolg van dat traject is dat daar in dat RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan, dat daar zowel het overdrukgebied in zitten, een deel van de kern van Londerzeel in zitten, en dan de 2 projectgebieden, 4 Meuleken, waar al een ontwikkeling aan de gang is, waar nog een groot stuk bedrijvenzone in zit, die nog herbestemd kan worden naar wonen. En de Egmond zit daar ook in. We hebben daar onze visie op gegeven. Hè. Dat is ooit al een enkele keren gebeurd, of dat is al lang hè, dat al verschillende keren gebeurd is. Waar ook inderdaad dat parkeergebeuren, hetgeen dat nu op de Egmond site gebeurt, hè, waarin dat ook mee in die site opgenomen is. Het vervolg daarvan is dat we vandaag dat gaan bespreken hier nog. We hebben dat met heel wat gemeenteraadsleden al besproken. Dat heeft wel al een heel traject gelopen op verschillende niveaus. Dat vandaag wordt besproken, dat volgende week op de gemeenteraad in voorlopige aanvaarding gaat. Dat wil niet zeggen dat dan in één keer in uitvoering is. Daar is niks van aan. Dan zijn er 2 maanden, 6, dat gaat over 60 dagen. De tijd waarin we 2 informatieavonden daarover gaan organiseren, waar dat iedereen op uitgenodigd is en specifiek ook voor de handelaars, dat we dat gaan bekijken, maar vooral ook voor de inwoners en voor iedereen die daarbij betrokken is en die zich daarbij betrokken voelt, dat die kan zien wat dat precies inhoudt. En daarin zitten nu al voor de parkeergelegenheden, is het wel zo dat die parking nu ondergronds voorzien is, dat die gedeeltelijk is voor de nieuwe woningen die daar eventueel in dat binnengebied kunnen ontwikkeld worden, en een gedeelte voor de buurt voorzien is. Hè. Dan ook bovengronds alleen voor mensen met een beperking of mensen die zorg verlenen of die daar noodzakelijk even binnen en buiten moeten zijn. Dat verandert niks aan de rest van het parkeren in het dorp. Maar we hebben daar wel metingen van hoe lang mensen daar staan, wie daar staat, of dat die echt naar de handelaars komen. Dus dat gaat allemaal meegenomen worden in wat we daarover gaan communiceren, enerzijds. En anderzijds, die 60 dagen die dienen om dat mensen dan hun opmerkingen en bezwaren kunnen geven. Na die 60 dagen gaat de GECORO, dat is de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening, zijn niet alleen de gemeenteraadsleden, we gaan ons daar ook over buigen, maar eerst gaat die GECORO zich daarover buigen. Dat zijn allemaal mensen van Londerzeel die samengesteld zijn, een groep van experten, laat ons zeggen, die zowel vanuit de inwoners als vanuit architecten en andere mensen die dat daar iets mee te maken kunnen hebben. Die gaan daarover, over al die bezwaren en die opmerkingen die daar zouden kunnen binnenkomen, die gaan dat samenbrengen en bekijken, moeten daardoor aanpassingen gebeuren enzovoort. Dat gaat een nieuwe of misschien een aangepaste versie uitkomen of misschien is het goed zoals ze is. En in het najaar kan dat dan definitief aanvaard worden en zal dat dan wel in voegen gaan. Maar dus die weg die daartussen afgelegd wordt, nu het traject voor de zomer, daar gaan we zeker inspraak en inzicht in krijgen in wat dat er allemaal
kan, of wat er nu voorgesteld wordt, ik zal het zo zeggen. En daar komt inderdaad voor de mensen die dat al een paar keer gezegd hebben, het feit aan bod dat we dan kijken naar de parking die kan gecreëerd worden op de bestaande OCMW's zitten, waar dat al heel wat parkings zijn en die al bereikbaar is langs de Kerkhofstraat, waar mensen die langer willen parkeren of die langer naar het dorp willen komen, hè, die wat verschillende winkels willen aandoen of winkels waar ze langer willen blijven, die dan ook eventueel daar kunnen parkeren. Maar dat zullen we dan inderdaad samen bekijken als dat plan duidelijk is in het geheel, hè, wat dat voor invloed heeft. En dan kan u daar zeker op het gepaste moment de opmerkingen aan meegeven. Het is nu 1:30. Misschien als je blijft voor die zitting, dan hoort je dat. Het is nu 1:30 in totaal. 1,5 parkeerplaats per wooneenheid die erbij komt, waarvan dat 1,2 schatten we voor de bewoners is en 0,3, maar dat is allemaal technisch. Dat moet dan ook berekend worden hoeveel appartementen dat of wooneenheden dat zouden zijn voor de buurt. Ja, die inspraakmomenten die komen nu, maar het plan zelf is gebaseerd op het bestaande plan. Ik heb al gezegd dat het al heel wat stadia doorlopen, waaronder ook die, hoe heette dat toen, die klankbordgroepen, workshops met buurtbewoners enzovoort. Hè. En het blijft binnen de bestaande contour die er was. Wat blieft, of ik daarbij was. Of ik er zelf bij was. Ik ben er niet bij. Ik ben geen inwoner van Londerzee. Ik was toen ook niet betrokken bij de ruimtelijke ordening. Ik heb lang in de GECORO gezeten, waar ik wel dat proces een stukje heb meegemaakt. Dus op dat gebied zitten er ook een aantal nieuwe insteken in. Hè? Het is wel aangepast. We hebben het ook op de GECORO besproken. De GECORO is samengesteld uit een panel van mensen die zowel experten, en u zit daar zelf ook in, dus dat zijn niet alleen architecten of mensen die dan met stedenbouw bezig zijn, maar ook burgers die dat daar kunnen inzitten. En ja, natuurlijk voor die beraadslaging, zij hebben al duidelijk een aantal dingen aangegeven. Dus, maar we baseren ons inderdaad op heel het traject dat gegaan is. Er is een MER-studie gebeurd door ook weer een bureau waarbinnen dat ook mensen bevraagd zijn uit de buurt, waarin dat ook de handelaars bevraagd zijn. Maar dat gaat al over een paar jaar geleden. Nu komt dat openbaar proces, 60 dagen, waarop dat mensen gaan inkijk hebben, waarop dat ze 2 keer worden uitgenodigd om erover te praten, om echt die plannen te bekijken en om vragen te stellen, waarna ze kunnen hun bezorgdheden of hun bezwaren kunnen uiten en waarbij dat we dat terug samenleggen. Ja. Ja, dankjewel. Dave, nog een vraag? Dan niet alleen, hè, Dave. Het is dat ik bedoel. Hè. Dat zijn echt... Dat is een dikke boek, hè, de dingen. Maar een boek alleen, daar hebben we niet genoeg aan. Nu willen we concreet dat voorleggen, dat is aangepast, dat zijn dingen aangepast. We willen dat concreet voorleggen en concreet kijken waar zitten er nog knelpunten of mogelijkheden of zaken die we het over het hoofd gezien hebben. En daarvoor hebben we die 2 maanden nu. Maar als we geen concreter plan voorleggen, dan is er ook niks om over te discussiëren. Als we terug helemaal van nul gaan beginnen, dat is ook niet de bedoeling. Ja.
Nee. Ja. Maar u wordt uitgenodigd in mei. Kan er twee momenten zijn. Dan wordt u uitgenodigd om dat terug mee te bekijken en wat mee te over discussiëren en te bekijken hoe dat we dat, die bezorgdheden mee, dat die erin zitten. Nee, dat is zeker niet de bedoeling geweest. Ja. Ja, dat is ook onze bedoeling. Dat is zeker niet onze bedoeling, hè, van ons dorp. Dus wij willen... Ja, ik zeg net, je hebt 2 maanden inspraak, maar we moeten wel een voorstel doen. Hè. Er moet wel een voorstel zijn en dat is gedragen door de mensen in de gemeenteraad. En inderdaad, we staan nu open die volgende 2 maanden om te horen en om vooral informatie te geven. Maar wij kunnen niet op voorhand informatie geven als we nog die visie, dat totaalproject, er niet... Ja, 2 maanden, 60 dagen. Voilà. Mm-hmm. En in het najaar moet het dan definitief gestemd worden. Dus dan, daarvoor is de tijd om dat te verwerken, wat er eventueel van opmerkingen zijn, of als dat mogelijk is, die is er dan ook nog. Dus het is niet dat dan direct in juni al weg is. Hè? Ja. Ja, dank u, Dave. Ik denk dat alle vragen gesteld zijn. Oké, dan kunnen we bij deze de gemeenteraad afsluiten. Ik wens iedereen te bedanken voor hun komst. Voor het publiek, voor de duidelijkheid, er is nu nog een commissie hierna. Je mag daar blijven, die is ook openbaar, maar je mag ook naar huis gaan als je enkel voor de gemeenteraad bent gekomen. Ik stel voor dat we even 5 minuten plaspauze, sanitaire stop doen misschien, voordat we de commissie aanvatten.